Goedemorgen, ik ben uw dagvoorzitter. Ik ben Joke van Wensum. Ik werk voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn vandaag op projectbezoek in Wolvenga. We hebben gekeken naar het klimaatadaptatieproject Wolvenga Zuid. We doen dat in samenwerking vandaag met de gemeente West-Tellingwerf en het Wetterschip Friesland. Ik ben projectleider van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. En onderzoekslijn, dat wil dus zeggen dat wij onderzoek doen, maar er is ook al heel veel kennis op dat gebied, dus we doen ook aan kennisoverdracht. Ik ben Egbert Smit, projectleider gebiedsontwikkeling bij de provincie Friesland. Straks buiten zullen jullie toelichtingen krijgen op alle aspecten van het project, onder andere door Arne Zijlstra. Arne, misschien wil jij even gaan staan, dat de mensen jou straks al herkennen. Arne Zijlstra is van het Friese Geer, het Friese landschap. Bert van Lubeck is van de gemeente West-Tellingwerf, collega van Willem de Vries. Twee mensen van het waterschap, Klaas Badlema uit de projectgroep en zijn collega Peter van der Starre. Die zijn zo enthousiast, die staan al in het veld. We staan nou hier bij die brug. Hier. Dus die zult u daar ontmoeten. En Willem de Vries, die zo direct hier het stokje van mij overneemt voor deze korte introductie. Ja, ik ben Willem de Vries. Ik ben werkzaam bij de gemeente West-Tellingwerf als beleidsmedewerker en beheerder riolering. En er wordt al gauw gezegd van klimaatbestendige stad, eenvoudige maatregelen, breng je bandje omlaag, laat het in een groenstrook stromen, leg een gootje aan, laat het water naar een sloot stromen. En die mogelijkheden hebben we hier, die zijn hier erg summier. Plus het feit dat wij heel veel leem in de ondergrond hebben, geeft aan dat, dat als je het ergens heen laat stromen in een groenstrook of op een voetbalveldje, dat je dan langdurig daar water hebt staan, wat natuurlijk het gras niet ten goede komt. En ja, weer andere problemen veroorzaakt. Dus wij zetten in op toch op het afkoppelen en het eigenlijk zo snel mogelijk afvoeren van het regenwater uit bebouwd gebied. We kwamen erachter dat het Wetterschip bezig was met de waterberging rondom de Linde. Dat de provincie bezig was met landinrichting rond de Linde. Het Friese Geer haakte daarbij aan met natuurontwikkeling. En voor ons was het een mooie mogelijkheid om te zorgen dat dat wat meer richting Wolvenga zou komen. Zodat we dat via een bovengrondse afvoer konden realiseren. Ons gedeelte van de regenafvoer is aan deze kant gesitueerd. Het staat los van het natuurgebied. Om de beïnvloeding van de waterkwaliteit daar te voorkomen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de Linde. De Linde is een waterlichaam die is aangewezen in de kaderrichting water als zijnde een waterlichaam dat moet voldoen aan een bepaalde waterkwaliteit. Vandaar ook dat we een hele fietenfilter achter onze regenwaterlozing hebben geplaatst. Zodat het regenwater geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de Linde. Ja, het is een prachtig project, maar er zijn ook een paar dingen die niet zo succesvol zijn. Het rietveld, dat zullen we straks ook wel zien. Nou, dus zoals ik al zei, van het hele fietenfilter heeft niet de werking die het moet hebben. Dus we hebben een tijdelijke bypass gemaakt, dat is die grijsbuis. Dat als er echt heel veel regen valt, dan kan er ook, nu ook nog water de polder in stranden. Lopen we dat op? We hebben klimaatverandering, hebben we mee. We krijgen steeds meer clusterbuien met pieken. Dus wij willen in de ruimte, in de breedte, willen wij graag de ruimte zoeken. Wij hadden hier een opgave, wij moesten een lage kaart moesten ophogen. Maar dit waren drie poldertjes. En dat poldertje, dat was ook polder. En daar waren de kaarten ook te laag van. En toen hebben we eerst een onderzoekje gedaan. Zeiden jongens, wat is hier allemaal mogelijk? Moeten we de kaarten eigenlijk weer op dezelfde plek leggen? Of kunnen we de kaarten terugleggen? Zodat we 's winters weer beringneus hebben, ook in het systeem. Nou, we hebben hier een beetje voortgeborduurd op de cultuurhistorie. He, dat was vroeger een onderdeel wat we niet of nauwelijks meenamen in onze landinrichtingsprojecten, maar dat speelt vandaag de dag een hele belangrijke rol. Waar nu op staat, dat noemen wij de bloemenweide. Dat was een unieke kans. Dit was vroeger het weiland van boer Zijlstra. We hebben gelukkig een deal met hem kunnen maken, want deze gronden hadden we nodig voor de bergingsvijver. Maar ook voor het recreatieve pad. We wouden graag een aansluiting hebben tussen het natuurgebied en het dorp. U was vandaag dus te gast bij een dag die georganiseerd is door de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het NKWK-programma. En ook de mensen van de provincie, van het waterschap, van de gemeente
Westernwerf en van het Frieske IKEA. Die hebben hier allemaal aan meegewerkt. En ik wil iedereen daar ook heel erg hartelijk voor bedanken.